Oh, Kijkers van Noemar Games, als we met jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe aflevering van Happy Wheels. Mijn naam is Job en vandaag gaan wij weer Happy Wheels spelen. Ik heb er zin in. We gaan gewoon weer wat nieuwe levels proberen en we gaan ze eens even sorteren bij rating zodat we er wat leukere levels krijgen. Laten we gaan beginnen met een amazing sword throw. Let's go, yo! Oké, okay, we moeten proberen zoveel mogelijk mensen dood te maken tijdens deze sword row. En fuck yeah! Dat lukt al redelijk. Ik vind het wel een hele leuke. <laughs> What the fuck? Die keel zit daar heel rustig op een pony. Oh my god, geniaal. Oké, okay, ik raak ze niet meer echt. En dat is wel de bedoeling. Oh ja, yeah, en dan nog eentje. Ja, en. Boom! Oké, okay, we hebben het schijnbaar niet gehaald. Oh, kunnen we dit ook echt aanklikken? Oh, dat kunnen we ook echt gewoon aanklikken. Oh, dat is leuk. Oké, okay, dus schijnbaar kunnen we net zoveel zwaarden krijgen als we willen. Omdat we namelijk telkens meer zwaarden kunnen aanklikken. En ik heb de man op de podium doodgegooid. Wat natuurlijk tijd werd. Want die man die zat er alleen maar een beetje te kijken. En daar werden wij natuurlijk hartstikke zat van. Oké, okay, wat we ook kunnen doen is we kunnen een pistol gebruiken. Kijk eens aan, dat is ook wel leuk. Let's go. Oh ja! Yeah. <laughs> dit is zo vet, jongens meisjes. Oh my god. Maar, wat ik liever wil dan een pistool, is uiteraard een RPG, yo. Dus die gaan we even gebruiken, let's go. Kan ik die ook echt pakken? Boom! Oh yeah, alles een baas, jongens en meisjes. En een robot dan. Oh my god, ik moet zeggen, jongens en meisjes, ik vind het echt by far de meest epische, maar ook echt, echt de meest epische sword troll ooit. Ik had niet gedacht dat het allemaal zo episch zou zijn. En kijk dan, jongens, dit is zo fucking vet. Dit is zo so fucking vet, deze manier van een sword throw. Oké, okay, laten we dit gebruiken. Oh, we kunnen ook echt allemaal traps kunnen we activeren. Oké, okay, nou laten we weer even wat zwaarder erbij pakken. En zoals jullie kunnen zien, ik heb zo'n idee dat ik de sword throw wel heb gewonnen. Let's go! Yeah! <laughs> dit was echt een geniale sword throw. Oké, okay, cool. Dan gaan we nu naar het cliff parcours toe. Dat lijkt me ook wel leuk om eens een keer uit te proberen. Oh, dit is altijd zo moeilijk, hè? Wat je dan moet doen is je moet als het ware. Ja, oké, okay, nu heb ik dus al gefaald. Wat je dus moet doen, is je moet als het ware een parcours doen door middel van klikken. Dus kijk zo. oké, okay, dit gaat goed. En dan zo. En dan Hoppakeetje. En dan push. Ja, en dan stop. En dan. Moet, moet er nu iets gebeuren? Oké, okay, dan gaan we nu naar boven toe. En naar rechts. Oké, okay, kijk eens aan, jongens, meisje. Ik doe het gewoon hoor. Ik doe het gewoon. Het klikparcours met je op. Ik had niet gedacht dat het zo makkelijk zou zijn eigenlijk. Maar het lukt, het lukt, het lukt aardig. Kijk eens aan. En dan gaan we hier naartoe. Dan moeten we hier naar boven. En dan moeten we vervolgens hier helemaal naar links. Kijk. En als het goed is, kunnen we dan nu naar de finish toe. Als ik dit ga halen, ben ik best wel blij. Want ik had eigenlijk niet gedacht dat dat zou lukken. Het zijn namelijk meestal van die levels waar ik altijd vast kom te zitten. Maar schijnbaar is dat in dit geval anders. Oh ja, yeah, victory. Binnen een halve minuut nog wel, jongens en meisjes. Kijk eens aan, daar doen we het voor. Doe trouwens even dat blauwe duimpje omhoog als jullie meer happy rolls op mijn kanaal willen zien. Ik vind het namelijk amazing leuk om op te nemen. En het gaat mij natuurlijk ook om dat jullie het leuk vinden om naar te kijken. Dus doe even die likes, dan kun je namelijk aantonen dat je het leuk vindt. En dan ga ik zeker weten meer happy rolls uploaden. Oké, okay, we gaan weer even een glass break doen. Deze hebben we geloof ik gisteren ook geprobeerd. Maar glass breaks zijn altijd zo leuk dat ik hem altijd wel wat vaker wil proberen. Boom! Oh ja, yeah, als een baas... Nou, als je het ijs niet kunt breken, kun je altijd nog het glas breken. Dat is een heel erg slecht, slecht, slecht grapje. Maar dat maakt niet uit. Let's go. Oh ja, yeah, ik ben zojuist een armen kwijtgeraakt. Maar dat maakt niet uit. Het is namelijk niet mijn masturbeerarm. Dus dan is alles Gucci. Oké, okay, we moeten even uitkijken. Kunnen we ons kind er tegenaan gooien? Oh, fuck. Oh, fuck. Mijn kind. Nee. <laughs> ik heb ook letterlijk gewoon geen armen meer over. Check it out, yo. Oh my god, dat ziet er zo leem uit. Oké, okay, nou, dit kunnen we gewoon kapot rijden als het goed is. Let's go. Come on. We zijn er bijna. En dan gaan we weer. Hoppakee. Dat jullie kunnen zien, onze meisjes. Het gaat tot nu toe redelijk. Het had beter kunnen gaan. Want ik heb namelijk geen armen meer. Maar dat maakt niet uit. Want wie heeft er nou weer armen nodig in 2016? Ik niet weet je wel. Nou, we hebben het gehaald. Super tof. Ook weer binnen een minuut. Oké, okay, we gaan voor de Neonbal Ultra. Dat klinkt vrij episch. Let's do this. Oké. Okay. Oh, dit is leuk. Waarschijnlijk moeten we klimmen met die ding, of niet soms? Ja, we moeten hiermee klimmen. Oké, okay, kijk eens aan, onze meisjes. Dat doen we goed. Oh my god, het ziet er best wel leuk uit. We klimmen gewoon met een bal in de lucht. Dat is best wel leuk, als we dat nou ook met onze eigen ballen konden. Oké, okay, dat is een grapje. Je ziet het voor je dat je aan het klimmen bent met je ballen. Dat lijkt me best wel pijn doen. Oké, okay, let's go. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Dit is de reden waarom ik dit soort levels altijd zo leuk vind. Gewoon lekker ouderwets mensen overrijden. Waarom niet, jongens en meisjes? Nou, superleuk. Over binnen een halve minuut heb ik dit level gehaald. Laten we gaan voor Ride on Table. Ik ben best wel benieuwd wat je hier moet doen. Je moet schijnbaar op een tafel. Oh! Wow! What the fuck? <laughs> we rijden gewoon over een tafel heen, kill Oh, dat is epic. Dat is fucking grappig. Oké, okay, we rijden over een tafel heen. Dat is hoe we het doen. Dat is hoe we, hoe we stunten. Oh, je mannen willen stunten. Oh, ik heb het gewoon gehaald. Binnen 20 seconden ook. Netjes, netjes. We gaan voor Psychopath Killer. We moeten dus mensen doodmaken. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Lijkt me een hartstikke leuk idee. Dus, let's go. Wat moeten we doen? We kunnen stoppen. En we kunnen doorgaan. Oké, okay, daar gaat hij. We stoppen even. We stoppen even. Prank. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Kijk eens aan. En dan gaan we. En dan gaan we. Bam. En dan stoppen we weer even, zodat we even alle ledematen weggaan. En dan stoppen we en... Boom! Oh ja, oh dat was fucking epic. Kijk, let op. Ik ga gewoon van bovenaf. En... Boom! Oh! Wow! Smash ik nou zojuist de hoofd van die goldminer eraf. Door gewoon letterlijk puur even dit te doen bij een ander. Oh, dat is epic. Ik, ik vind hem leuk. Ik vind hem tof. Ik vind hem oprecht tof. Nou, dat was een leuk leveltje om even tussendoor te spelen. Dan gaan we weer even door naar een nieuwe sword throw. Want als ik iets leuks vind, leuk vind, dan zijn het wel sword throws. En, oké, okay, we gaan proberen geen één zwaard te verspillen. We gaan proberen met elk zwaard iemand te raken. Op Oeh, dat was jammer. Ja! Allee, alleen nog die man nog even één keer. Want schijnbaar is die nog niet dood. En, I did it! Ook weer binnen 20 seconden. Even een sword throw, even een sword throw. Oké, okay, dan gaan we nu door naar een pogo level. Dit pogo level heet Pogo Challenge Green. Nou, we gaan het proberen jongens en meisjes. We gaan het proberen. Even kijken, en boom. Oké, okay, ik hoop dat we die hebben gehaald. Nee, die hebben we niet gehaald. Oké, okay, we moeten het even op deze manier doen, dat we ook wel daadwerkelijk vooruit springen. Kijk eens aan, let's go. We zitten nu onder oké, okay, maar wij willen niet oké okay zijn. Wij willen natuurlijk gewoon fucking goed zijn, dat is een beetje ons hele idee, dus we gaan het nog een keer proberen. Waarom lukt het nou niet? Oké, okay, let's go, daar gaan we. Boom. Oh shit, oh shit. Kom op, kom op. Ja, oké. Okay. Oké, okay, getting better. We worden beter hoor, we worden beter. En we zijn goed. Oké, okay, kijk eens aan en meisjes. Goed zijn. Dat is wat we, waar we van houden natuurlijk. We willen gewoon goed zijn. Dan zijn we, nu zijn we fabulous. We zijn prachtig. Oké, okay, super tof. En nu willen we naar Extreme. Nu willen we naar Extreme. Kom op. Kom op, we willen naar Extreme. Waarom staat de shift plus space? Wat gebeurt er dan? Nee, dat helpt niet. Let's go. Ja, yes, we did it! We did it! Oké, okay, en dan gaan we nu naar level 2. En bij level 2 moeten we eigenlijk een beetje de tegenovergestelde doen. Hier moeten we namelijk de onderdoor in plaats van de bovendoor eigenlijk. Wat op zich ook wel te doen is. Alleen dit moet je als een beetje een dolfijntje doen. Je moet een beetje een een of andere rare borstscroll maken. Ik doe net alsof, alsof ik fucking veel leer van de zwemles of zo, Dat ik nu precies weet hoe dat allemaal gaat. Maar dat is niet waar. Ik doe ook maar gewoon wat. Zoals alles met alles in mijn leven. Oké, okay, let's go. Dan gaan we. Level 3. Oké, okay, met level 3 moeten we tussen dingen doorspringen. Dat is allemaal weer wat moeilijker. Let's go. Come on. Oké, okay, bijna. En let's go. Oh, kom maar, mijn been. Mijn losse been. Ja, oké, okay, nice. Impossible. En daar gaan we hoor. Dan gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Kom op, ik wil, ik wil god zijn. Ik wil god zijn. Ik wil de Happy Wheels God zijn. Come on, let's go. Nee, dit lukt niet zo. Mijn been. Mijn been ligt in de weg. Been, moest je er nou weer afvallen? Precies op dit moment. Oh, jou ja, hoor. Va ja, weet je, fuck this shit. Mijn tweede been valt er ook af. Nou, zonder benen wordt het een beetje lastig hoor, voor mij om in leven te blijven. Jongen, jongen, jongen. Laten we doorgaan naar Rocketman. Dat klinkt op zich wel leuk. Oh, wat? <laughs> oh, dit ziet er leuk uit. Oké, okay, daar gaan we. Oh. Oké, okay, dat ging een beetje te snel voor woorden, maar ik ben in ieder geval Rocketman. Let's go. Let's go. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, awesome baas jongens en meisjes, deze blij Chinese man die kijkt me ook echt zo aan van, you did it, and I fucking did it, oké, okay, awesome, we gaan door naar nog even één leveltje, we gaan voor bottle run hard, oftewel een moeilijke bottle run, ik ben heel benieuwd, let's go, ja, 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 oké, okay, laat maar zitten, dat werd hem niet, zoals jullie konden zien, ik slipte ook een paar keer naar voren en naar achteren toe, daar kan het ook mee te maken hebben, let's go, come on, come on, come on, come on, Come on, mijn been die lag net voor mijn wiel. Maar dat maakt niet uit. Want wie did it? Ik heb wel mijn rug en mijn benen en mijn kind gebroken. Maar hey, ik bedoel, mijn kind die was toch alleen maar vervelend. Die at toch alleen maar het eten uit de koelkast. Hadden we niks aan, dus ik ben hartstikke tevreden. Oké, okay, nog eentje dan. Nog eentje om het af te leren. Dit is Bal. 6. Oké, okay, Bal. Val, six. Let's 6. Let's go. Daar gaan we tussen ballen doorvallen. Nou, daar gaan we. Hele leuke hobby. Ik ben al uh, zes jaar lang een uh, ballenvaller. En uh, ballenvaller. dat uh, bevalt wel. Snap je? Bevalt? bevalt. Nee, oké, okay, sorry. Let's go. Het is leuk. We zijn bij level 5. En we gaan naar level 6. En we gaan naar level 7. Gekke dingen. Level 8. Oké, okay, ja, dit wordt dan weer wat moeilijker. Maar dat maakt niet uit. We gaan er gewoon voor. We spitten tussen die balletjes door. Dat klinkt allemaal heel erg raar. Zoals ik heb over een een of andere rare hentai film of zo. Maar dat is het niet. Nee hoor, we spelen gewoon een balval. Come on. Waarom is het allemaal zo ingewikkeld? Waarom is het allemaal zo moeilijk? Ik wil er gewoon tussendoor. Ik wil er gewoon tussendoor. Laat me nou even mijn gang. Oh my god. You're fucking serious. Nou, gelukkig was dit aardig te doen. Tenminste, ik moet het toch echt halen, natuurlijk. Maar. Come on. Come on. Come on. Als een baas binnen een minuut de bal valt. Nou ja, jongens en meisjes, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan natuurlijk even dat blauw duimpje omhoog. Abonneer even op Doe maar Game, want elke dag staan die nieuwe video's online. En als je geabonneerd bent, dan zie je die nieuwe video's gelijk in je subbox, waardoor je ze gelijk kunt checken. Jongens en meisjes, jullie zijn awesome. Love van jullie allemaal. Ik waardeer jullie support ongelooflijk. En ik hoop dat jullie de video's tof vinden. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later mensen.